Goedemiddag en welkom bij een nieuwe vlog van magischegeurtjes.sensie.nl. En volgens mij afgelopen dagen heel druk in de weer geweest met vloggen. En ja, ik had natuurlijk een hoop in te halen. En ja, gewoon ook ja, gewoon reten drukken, want je begint alweer met werken. En nou, je weekje vrij. En in mijn weekje vrij dacht ik van nu even niet. Ik heb gewoon heel even behoefte aan wat vrij. Dus ja, dat gezegd hebben. Maar ja, dat houdt ook in dat je dan op een gegeven moment wel heel erg in de weer bent om ja, in te lopen. En ja, soms is het dan heel even niet anders. Ik heb nu in ieder geval even de tijd dat ik aan jullie de 10 nieuwe geuren kan laten zien en kan omschrijven als dat ik in ieder geval mijn snuffert erin kan stoppen. Om te kijken van, goh, hé, maar hoe zijn ze? Dus ja, we hebben natuurlijk een nieuwe catalogus gekregen in maart. De wat zwaardere, kruidachtige geuren zijn de kluis ingegaan. En het wordt in ieder geval weer tijd voor het voorjaar, voor de zomer. Dus de bloemen, de fruitgeuren, de frisse geuren, die zijn weer terug van al dan niet van weg geweest. En daarnaast heeft Sensie 10 nieuwe geuren uitgebracht. Een aantal geuren, dan moet ik ook eerlijk zijn. Ik heb ze, ja, ik wil niet zeggen dat ik ze allemaal gesnuffeld heb bij mijn Sensie-conventie in februari. Maar ik kreeg dus een viertal geuren mee na de conventie. Daar heb ik wel al mijn snuffert in kunnen stoppen. Eén waxbar heb ik al zelfs al helemaal opgesnuffeld. Dus die heb ik meebesteld. En als het goed is, heb ik nog een tweetal waxbarren die aangebroken zijn. Dus dat je denkt van, hè? Die is aangebroken, Angelique. Ja, nou, nee, dat klopt. Want van de ene heb ik al waxmonstertjes van gebruikt en gemaakt. Dus dat ik dacht van, ja, die zet ik gewoon helemaal in voor alvast mijn snuffelgids. En de rest, ja, niet. Die kon ik natuurlijk vanaf 1 maart bestellen. Zo gezegd, zo gedaan. En ik heb ze dus alle 10 nu voor mijn snuffer liggen. Het is echt een hele stapel. Als je ook kijkt, echt vrolijke kleurtjes. We gaan ook echt het voorjaar tegemoet. Het verschil is met de herfstkleurtjes. Dat zijn vaak wat donkere, wat fellere kleurtjes. En zoals nu gaan we kan je ook echt aan de wax zien. Het licht tegemoet. Dus het voorjaar in. Dus ja, dat gezegd hebbende. De gids heb ik maar even open liggen, de nieuwe gids. De gids is nu wel wat anders qua opzet. Voorheen, als je bijvoorbeeld een party wilde, dan had je de informatie achterin. Dat zit nu voorin. En meestal had je eerst de prachtige warmers. Maar we beginnen gelijk met, ja, waar het eigenlijk voornamelijk om te doen is, met de geurwax. En dan pas de wat mooiere warmers. En ja, er zijn weer zoveel geurtjes. Die kunnen jullie, zoals deze, kunnen bijvoorbeeld achter mij zien staan. Half achter het gordijn verscholen. Het is weer voor elk interieur weer wat wils. Hou je meer van pots in plaats van geurwax? Ik ben een tegenovergestelde. Dan hebben we daar ook andere modellen voor. En wat ook wel heel leuk is. En ik heb hem van de week in mijn handen gehad. De Dainty Daisy. Ik vind het echt een hele mooie bloem. Echt een hele mooie bloem. Dus ik gebruik nu voornamelijk de Dahlia Darling. Maar ik denk dat de Dainty Daisy omsterbeurt met de Dahlia Darling. Ja, dat verwisseld zal gaan worden. Wat ook wel heel leuk is. Want ik blaad nu heel even door. Want voor degene die een geurwolkje gebruiken, zit er nog steeds in. Nog steeds de Harry Potter collectie. En die zal ook binnenkort worden uitgebracht. Met wat andere Harry Potter artikelen. Er is een nieuwe voor de poelbeerliefhebbers. Een nieuwe warmer van poelbeer. Ook heel schattig. Echt super lief. Maar er is elk jaar. Ik bedoel, ik ben nu ruim 3,5 jaar Sensie consulent. En elk jaar is er gewoon stormloop.
In plaats van Mickey, Minnie en de rest op Stitch en Angel. En ja, en ze hebben daar gelijk in. En daarnaast, dat is vorig jaar voor het eerst geweest en die is ook echt rete mooi. De hibiscus, die als geurbloem in de vaste collectie van de zomer uitgebracht. Dus hoe gaaf is dat wel niet? Dus heb je vorig jaar misgegrepen, niet getreurd, hij zit nu in de collectie. Dus ja, super gaaf. En deze verdient even een aanmelding. Dit is de Goede Doelen Warmer van dit seizoen. En inmiddels echt, de webshop ging online op 1 maart. En ik geloof in de avond eigenlijk al uitverkocht. Maar hij is ook rete mooi. Ik heb hem echt mogen zien. Hij is echt rete mooi. Mocht je hem heel erg graag willen, in dat geval stuur me een pb'tje. Dan kan ik in ieder geval in de gaten houden. Mocht er bij worden gemaakt, zodat ik je in ieder geval tijdig in kan fluisteren. Het gaaf is van deze warm is dat er €11,25. Hij kost €73 als ik het goed heb. Ja, maar €11,25 van die €73 gaat naar het goede doel. En ja, echt ter ondersteuning. Dat kan zijn ondersteuning, diensten aan slachtoffers van huiselijk geweld of een andere non-profit organisatie binnen Europa en binnen Nederland. Dus Sensi zoekt dan wel uit van, kijk, in dit land zoveel van de goede doelen warmers gebruikt, dat heeft dit bedrag opgewacht en dat gaat dan voor dat land naar die organisatie toe. Dus dat is ook wel heel gaaf. Dus zou je heel erg graag de blossom willen hebben, in dat geval stuur mijn pb'tje en dan hou ik het voor je in de smiezen. Dus ja, dat gezegd hebbende. Maar goed, we gaan nu heel even terug naar de geurwax, naar de 10 nieuwe geuren van dit nieuwe seizoen. En ik begin gewoon met Coastal Sun Food. En heb je toevallig de Whiffbox van maart besteld? Zit Coastal Sun Fruit dus in de Whiffbox. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Dat je op die manier kennis kan maken met alvast één van de 10 nieuwe geuren. Coastal Sun Fruit. Ik heb natuurlijk al gesnuffeld voor mijn Whiffbox. Ik ga het nu gewoon weer doen. En ik vond het een verrassende. Want ik dacht hier echt van, nou, dit zal wel een citrusvrucht zijn. En dit is echt, en ik kan het nog steeds niet plaatsen, maar dit ruikt naar een snoepje, naar kauwgom of iets dergelijks. En ik vind hem zo onwijs lekker. Echt, dat je denkt van, zo. En ik kan er nog steeds niet achter komen wat voor snoepgoed dat het is. Of een gummy dingetje. Of... Maar hij is zo onwijs lekker. En... ik blijf heel erg in het zoete hangen. Dus dat is in ieder geval mijn snuffert. En mijn brein herkent het als iets van snoepgoed. Hoewel dat vast wel niet zo zou zijn. Maar wat geeft Sensi aan? Gouden zonnevruchten, heldere tropische bessen en amber aan de kust geven een gevoel van zonneschijn. En hij zit officieel in de frishoek. Ja, en ik zou hem meer in de fruithoek gooien. Echt. Ik zou hem meer in de fruit-citrushoek gooien. Maar hij zit dus in de frishoek. Dus ja, dat is in ieder geval het bijzondere van deze. En ik heb echt een sterke associatie van dit is... Ik ken dit. Dit is iets van snoepgoed of zo. Ik als voormalig mega snoepkont zijnde geweest zijnde. Sandcastle. Dat is een hele mooie gele geurwax. Zoals jullie kunnen zien. En ook daar gaat de snuffer natuurlijk in. En dit is heel anders als de Coastal Sun Fruit. Dit is wat minder fruitig. Wel een beetje dezelfde intentie, maar veel minder fruitig. En alsof er iets van amandel bij zit of zo. Ik kan dat niet echt duidelijk plaatsen. Aan de andere kant moet ik heel erg aan een zeep denken.
wat de oudere generatie wat voornamelijk. En het is niet de Marseillaise zeep, maar. Het heeft wat weg van luxe zeep, wat je vroeger had. En aan de andere kant denk ik van. Er zit iets in dat ik denk van: ik herken het, maar ik kan niet plaatsen. Sandcastle geeft essentie aan. Zonovergoten kokosnoot geeft tropische pistache. En zoete amandel, dat had ik dus wel goed. Een oppepper en roept herinneringen aan op het strand. Maar ik ruik voornamelijk die amandel. En ik ruik niet zozeer. Het is niet een, als je denkt van een kokosgeur. In ieder geval als ik hem zo koud snuffel. Overheerst de kokos absoluut niet. En of dat pistache is, wat bij mij het herkenbare. Want ik blijf nog steeds die amandel wel heel erg ruiken. Dus dat is. Dus ik ben heel benieuwd hoe die zal zijn als ik die warmt in mijn warmer. Dan een nieuwe, want ik heb er al één opgebruikt: Pinkberry Sandalwood. En oh mensen, die is rete lekker. Ideaal voor de slaapkamer. Hij is echt ideaal voor de slaapkamer. En zo'n mooie geur, zo'n comfort. Ik werd er helemaal behagelijk van. En dat zou je niet denken, want normaal ben ik niet zozeer van de sandelhouthoek. Maar dit is zo'n mooie comfortgeur. Dat is echt niet normaal. En je moet dan echt denken aan roze bessen en frisse kersen. Geven een zoet accent aan tonkaboon en sandelhout. En als je denkt kersen, ik ben helemaal niet van de. Laat je niet afschrikken door de kersen en de bessen zorgen juist voor dat mooie zoete fruit. Lichte fruitaccent en voor ja, een beetje het behagelijk. Heb je natuurlijk de tonkaboon en het sandelhout. Maar dit is zo'n zengeur. Dus laat je niet afschrikken door de beschrijving. Pinkberry Sandalwood. Evening Sky. Dan moet ik wel zeggen, toen ik mijn Sensi Conventie had, dat ik dacht van, oh, maar die lijkt me ook rete lekker voor de slaapkamer. Evening Sky. Die zit ook goed dicht. En ook dit is een comfortgeur. En ik ruik er wat amber in. Amber, muskachtig. Wat mij dus dat comfy, dat behagelijke gevoel geeft. En het is heel zacht, heel mooi. Ideaal voor de slaapkamer. Als ik hem in de kamer zou doen, dan zou die denk ik niet dat gewenste gevoel geven wat ik hierbij krijg. Ik vind het echt een hele mooie geur voor de slaapkamer. Echt super lekker. Evening Sky. Laat de nacht stralen met zachte bergamo en rijke Madagaskar vanille. Wat ervoor zorgt dat die echt dat zachte die de weg vrijmaken voor een nachtlelie. En meestal is een leliegeur maakt hem wat poederachtiger. Dat is deze absoluut niet. Maar hij is gewoon zo onwijs lekker. En vaak is bergamot dat je denkt. Vaak geeft dat echt een masculine geur. Of dat hij echt een beetje te veel pitst. Bijvoorbeeld in de Marvel geur. Hier ook niet. Dit is echt zo'n mooie zachte comfortgeur. En ja, net als Pinkberry Sandalwood ook zo lekker voor de slaapkamer. Dus drie keer rijden wat dus. Ik moet dadelijk de wax vervangen voor de slaapkamer. Drie keer rijden wat er dus in gaat. Dat snappen jullie natuurlijk wel. Dan heb ik Kick Me to Paradise. En die had ik niet geroken op de Scentsy Conventie. Daar kreeg ik wel bepaalde ideeën bij. En ik had zoiets van, oh, die klinkt lekker. Als snoep kon zijn. Dus die komt bij mij heel zoet over. Ik kreeg een beetje het idee dat ik heel erg aan birthday cake moest denken. Of aan de cakegeur van de carnavalscollectie. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn.
Dus ik was van, ik laat me gewoon lekker verrassen. Hij zit goed gesield. En hou je van birthday cake? Of happy birthday? Of de, inderdaad, de cakegeur die bij, het is echt dezelfde hoek waarin je moet denken. Hij is minder zoet dan birthday cake. Of in ieder geval, sowieso komt hij al minder zoet over als die andere drie die ik net noem. En je ruikt wel dat, je ruikt wel de cake. Maar je ruikt ook alsof er rode bessen, rode vruchtenkoelies over uitgesmeerd is. Want er zit een frisje in, er zit een zuurtje in en een zoetje. En die is, hij is wel, ik vind hem wel heel erg lekker. En ik vind wel, een nadeel van de andere geuren is dat ze heel sterk in het begin zijn en dan futsjes ze zo uit. Dus ik hoop dat ik van deze wat langer mag gaan genieten. Maar hij is echt wel dat ik denk van, oh, hij is lekker. Hij is lekker fris. Dus ben je een snoepkot net als ik, zal je hier erg blij mee zijn. Het is niet zo zoet als dat je denkt van, oh, mijn vullingen vallen eruit. Dat niet. Dat is echt gewoon, er zit echt een fris zoet zuurtje in. Dat die goed in balans zit. Dus ik hoop ook zo als ik hem warm, dat het die mooie balans ook gewoon zo doorkomt. Sensi geeft aan bij Cake Me to Paradise. Zoete cake verrijkt met sappige sinaasappel en rum van het eiland. Voert je mee naar het paradijs. En ik moet echt zeggen, ik vind hem lekker. Dus ja. En wat dat betreft, elk seizoen weer verbaas ik me erover. Dat ik denk van, oh, sommige geuren worden wel, ze brengen wel steeds lekkerdere geuren naar binnen. Dat ik denk van, dit is niet goed. Dit is niet goed. Maar goed. Sipping poolside. En dat is weer heel anders. Want dit is schoon. Dit is fris. Aquatisch. Er zit iets in de verte van een ananasje, heb ik het idee door. Ananasje, mango, in ieder geval in die vruchtenhoek. Moeten we denken, echt aan de steenvruchten. Maar wel heel fris, heel schoon. En maar heel verrassend. Sensi geeft aan bij Sip in Poolside. Neemt de tijd om te ontspannen met frisse peer en sprankelende citrusvruchten in een rustgevende aquatische harmonie. Nou, dan kom ik wel heel dicht in de buurt met mijn snuffelbeschrijving. Maar het is ook wel een hele mooie, zachte aquatische geur. Dus het is, sommige geuren kunnen heel sterk zijn. Dat is deze niet. En een vriendin van mij, die heeft, dat weet ik, die heeft hem van de week gewarmd. Dus ik heb hem nog niet gewarmd. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd naar haar review. Dus wie weet, als ze het ziet, als ze het hoort via de vlog. Ook natuurlijk wel kicken zijn als zij in ieder geval haar review van Sipping Poolside hieronder de comments zou willen geven. Dan hebben we Very Vanilla. En daar heb ik waxveeltjes van gemaakt. Dus vandaar dat de bar al aardig gehavend is. En ja, die is zo lekker, mensen. Je hebt natuurlijk Vanilla Bean Buttercream. Die is dus dit seizoen ook te vinden. En dat is echt de snoep vanille. Dus echt alsof je weer dus echt een boterbabbelaar ruikt. Very Vanilla is ook wel vanille. Maar dit is een parfum vanille. Dus het is niet te vergelijken met de snoep vanille. Zoals Vanilla Bean Buttercream. Het is een hele mooie parfum vanille. En zo anders. Veel, veel minder zoet. Veel warmer in geurtextuur. Zachter. Terwijl Vanilla Bean Buttercream juist heel, heel erg binnen kan komen. Alsof je denkt van, nou, mijn vullingen die vallen er zo meteen uit. Absoluut niet. Vanilla Bean Buttercream is trouwens ook wel een hele goede om geuren mee te mixen. Dus als een geur nou net iets te heftig voor je is,
doe daar dan een beetje vanillebean en buttercream bij. En dat zorgt dat de heftigheid een stukje minder wordt. Dan weet ik niet of Very Vanilla, of dat ook zo zou kunnen zijn. Maar dit is gewoon echt een hele mooie, zachte, hele mooie parfum vanille. Dus ja, hou je van vanille? Denk aan Very Vanilla. Zeker als je niet een snoepkont vanille mens bent. En als je niet van weer dus echt een boterbabbelaar houdt, maar toch vanille wel lekker vindt. Hey, Very Vanilla zal echt jouw ding zijn. Dan heb ik Bamboo and Rainfall. En ik had van de week mijn collega, oud-collega op visite. En ja, die nam een blokje mee. Want die was helemaal weg. Van. Ook ik vergeet trouwens van de Very Vanilla de geurbeschrijving te doen. Even terug. Deze tijdloze mix van romige vanille en tonkaboon is zijdezacht en verleidelijk. Nou, dat klopt wel. Het is echt een mooie vanillegeur. Dit daarentegen is compleet het tegenovergestelde. Want dit is echt pittig. Het slaat ook direct op mijn ogen. Mijn snuffer denkt van, hé, wat hou je nou weer onder je neus? Want hij komt ook echt heel pittig binnen. Heel schoon. Heel aards. Heel anders. En ja, soms ook wel gewoon heel fijn, denk ik, om je snuffert mee te resetten. Want het gaat ook zelfs kriebelen in mijn neus. Dus zo anders dan weer, weet je. En dat is, vind ik, het leuke ervan. Want het zijn 10 nieuwe geuren. En sommige geuren die staan. Sommige geuren zitten een beetje in dezelfde hoek. En sommige geuren, compleet tegenovergesteld, is niet met elkaar te vergelijken. Zoals onder andere Rain Bamboo en Rainfall. En dan moet je echt denken aan een enerverende regenbui valt over fris bamboe en helder meloenwater tijdens een vredig moment. En ja, ik ruik niet zozeer meloen. Maar echt een hele mooie, schone, frisse, ja, aardse geur. Ik kan het niet anders omschrijven. Ik vind het echt een aardse geur. Alsof je met je neus in plantjes zit. Of dat je met je plantjes. Daar is natuurlijk, denk ik, ook de tijd, geloof ik, voor. Hoewel ik geen groene vingers heb. Om bewijzen van meestal in het voorjaar dat je dan je plantjes verpot. Bemest met aarde. Alsof je daarmee bezig bent. Is zo anders. Dan heb ik pineapple en palm. En ook echt heel mooi. Ananas geel. En ik ben heel benieuwd hoe deze zal zijn. En dit is echt ananas. Maar met een fris randje eraan. Zoals je hebt natuurlijk pineapplepakker. Dat is echt puur ananas. Echt puur ananas. Pineapple mango is heel zoet. Into your face. En dat is deze niet. Het is wel ananas. Maar wat zachter. Wat frisser. Veel frisser. Minder zoet. Alsof de ananas tussen bladeren in ligt. En wat minder ananas into your face als bijvoorbeeld inderdaad de pineapple pakker of de pineapple mango. Scentsy geeft aan, ontsnapt naar de eilanden waar de geur van zoete citrusvruchten en palmblad op een briesje boven ananas drijfhout zweeft. En dat moet ik ook wel zeggen, dat is inderdaad ook wel een redelijk goede beschrijving. Daardoor is het, als je niet zozeer van ananas houdt, of wel van ananas, maar niet dat het heel erg overdadig is, moet ik zeggen, dit is echt wel een hele mooie fruitgeur. En dan hadden we over Sunset Citrus. En ook gewoon citrus oranje. En soms zijn die klemschalen ook zo goed verpakt. Ja goed, dat moet ook.
En dit is ook echt de sinaasappel mandarijn. Komt je tegemoet. En alsof er ook iets van amandel bij zit. Of, en daar vind ik het heel erg ver van weg hebben. Je was van die sinaas. Mijn oma had ze vroeger, hè, van die sinaas chocolaatjes. Dus aan de buitenkant pure chocolade en dan een beetje erin. Ik vond ze ranzig. Ik ben een gigantische snoepkop, maar die dingen waren niet mijn ding. Maar met sinaasappelvulling erin. En dit is gewoon alsof ik de sinaasappelvulling en ruik van het chocolaatje. Met iets van amandel lijkt het er wel in. Ik ga eens kijken. Wat zegt Sensi aan Sunset Citrus? Spankelend citroen schittert over bossen bij zonsondergang. En rijke amber terwijl het daglicht aan de horizon blijft hangen. En is het dan amber wat ik ruik? Nee. Nou, ik krijg in ieder geval niet de amber. In ieder geval koude in, hè. Dat is... Geuren kunnen zich ook ontwikkelen. Hè? Je hebt top, midden en basistonen. De topnoten ruik je als je hem koud snuffelt. De middentonen ontwikkelt hij als hij zich gaat warmen. En het langst blijven de basisnoten ruiken. Die blijft ook echt het langst, die geur het langst. Dus de geur kan daadwerkelijk in je warmen ontwikkelen. Heel goed voorbeeld was de Midnight Masquerade. En dat is echt gewoon, daar kon je het heel duidelijk aan merken dat die geur zich heel erg ontwikkelt naarmate hoe langer dat die in je warmer zit. Dus ja, een geur kan echt daadwerkelijk zich ontwikkelen als dat je hem gewoon koud snuffelt. Maar ik ruik gewoon de sinaasappelvulling van de sinaas, hoe heet dat ding? Ja, dus... hou je daar heel erg van? Mijn ding is nog steeds niet Sunset Citrus. Dus hou je van die chocolade sinaasappelvulling, dan ga jij hier heel blij mee zijn. En zo hebben we dus inmiddels de 10 geuren, de 10 nieuwe geuren gehad. Als jij zegt, wat zijn jouw favoriete geuren, Angelique? Oh, en dan zou ik moeten kiezen. Ik vind het dan zo lastig, want Coastal Sanford was voor mij onverwacht. Dat ik dacht van, oh, maar die is onverwacht heel lekker. De Sun Castle, dat ik denk van, oh, maar ik ben... Maar dat kwam door mijn werk als verzorgende en heel veel met zeep in aanraking. Omdat ik dacht, oh, die is ook lekker. Maar dan zou ik moeten kiezen... Ik denk dat dan de Very Vanilla een hele mooie tweede plaats zou zijn. Ik als snoep komt, denk ik toch, de Cake Me to Paradise wel heel erg lekker vind. Ik denk dat die gewoon een hele mooie derde plaats heeft. En dat de eerste dat een gedeelde eerste plaats zal zijn tussen de Pinkberry Sandalwood. Want echt, daar heb ik dus die bar die ik in de Sensi Conventie kreeg al helemaal opgewarmd. Met Evening Sky. En Evening Sky gaat er dadelijk gewoon in de slaapkamer in. En echt. Zo lekker. En Evening Sky heeft ook iets weg van Cozy Cardigan. Daar heeft hij wel wat van weg. Maar hij is het niet. Dus zonder het theeroosje dan. Ik ga er heel even spieken hoor. Dus ja, ik vind hem echt. Ik vind even die Sky gewoon zo lekker. Dus die gaat er dadelijk in. In de slaapkamer. Voor nu, hele fijne. Middag, maak er wat moois van. Jullie zijn nu bekend met de 10 nieuwe geuren. Heb je vragen hierover? Laat het me gerust weten. Of in de comments. Of via de sociale Facebookpagina. Via een pb'tje. Alle 10 geuren zijn beschikbaar in de webshop.
van magische geurtjes. Dus http://magischegeurtjes.sensie.nl. En voor nu, houd het even voor gezien, want mijn snuffer kan het niet meer handelen, al die lekkere geuren. Dus tijd om heel even te relaxen, zal ik maar zeggen. En tot de volgende keer. Groetjes, doei doei!